Leerdoel: Cash Conversion Cycle. Ik zal de berekening van de Cash Conversion Cycle nu uitgebreid behandelen door een oefenvraag uit te werken. Houtzagerij de bezige Bever BV probeert geld vrij te maken uit het bedrijfsproces. Met het geld wil de onderneming iemand aangaan nemen die duurzaamheid binnen het bedrijf gaat uitwerken. Als eerste wordt de huidige Cash Conversion Cycle uitgerekend. Daarna zal de manager acties bedenken om de Cash Conversion Cycle te verkorten. Je hebt de balans aan het begin en aan het eind van het jaar gekregen en de verlies- en winstrekening van het jaar. Daarnaast wordt alles op rekening verkocht en 90% van de kosten is in dit jaar ingekocht op rekening. Gevraagd: Bereken de cash conversion cycle van de bezige Bever BV op basis van bovenstaande gegevens. Voor de berekening bestaat een jaar hierbij uit 360 dagen. Om de cash conversion cycle uit te rekenen, moeten we de voorraadtermijn, debiteurentermijn en crediteurentermijn uitrekenen. Hiervoor gebruiken we de volgende formules. De voorraadtermijn is de gemiddelde voorraadpositie gedeeld door de kostprijs van verkoop keer 360 dagen. De debiteurentermijn is het gemiddeld debiteurensaldo gedeeld door verkoop op rekening keer 360 dagen. De crediteurentermijn is het gemiddeld crediteurensaldo gedeeld door de jaarlijkse inkopen op rekening keer 360 dagen. Als eerste berekenen we de voorraadtermijn. De gemiddelde voorraadpositie van 2020 is 202.500 euro. De kostprijs van de verkopen bedraagt 1.620.000 euro. Als we dit op elkaar delen en met 360 vermenigvuldigen, komen we op 45 dagen. Als tweede berekenen we de debiteurentermijn. De gemiddelde debiteurenpositie van 2020 is 220.000 euro. De verkopen op rekening bedraagt 2,2 miljoen euro. Als we dit op elkaar delen en met 360 vermenigvuldigen, komen we op 36 dagen. Als derde berekenen we de crediteurentermijn. De gemiddelde crediteurenpositie van 2020 is 180.000 euro. De inkopen op rekening bedraagt 90% van 1.620.000 euro plus 180.000 euro, oftewel 1.620.000 euro. Als we dit op elkaar delen en met 360 vermenigvuldigen, komen we op 40 dagen. Nu kunnen we de Cash Conversion Cycle berekenen met de formule. Cash Conversion Cycle, dagen, is gelijk aan voorraadtermijn plus debiteurentermijn min crediteurentermijn. De Cash Conversion Cycle bedraagt dan 45 dagen plus 36 dagen min 40 dagen, en dat is 41 dagen. Dat is het antwoord op deze vraag.